Hoi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Ik ga het vandaag over een aantal onderwerpen hebben. Een van die onderwerpen is onder andere de transportketen. De supply chain, zoals het zo mooi in Engels heet. En dat is met name een probleem tussen Amerika en China. Wat er het geval is, is dat er bij de westkust van Amerika, Los Angeles onder andere, daar liggen de havens meer dan vol met containers. Maar ook buitengaats liggen heel veel schepen. Tientallen, en als we de hele kust kijken, mogelijk wel honderden schepen, transportschepen, vol met containers. Meer dan 1 miljoen containers zijn er nu eigenlijk nog buitengaans, terwijl die eigenlijk moeten worden gelost in de Amerikaanse havens. En dat gebeurt niet snel genoeg. Die havens liggen al vol, er kunnen geen containers meer bij. Nou zijn er containers in Amerika en die worden dan naar de haven gebracht om naar China gebracht te worden. Maar ze kunnen niet meer bij de haven. Dus wat er nu gebeurt is dat chauffeurs naar de havens rijden met containers, lege containers, volle containers, whatever. Eigenlijk daar komen niks kunnen. Nou ja, dan moeten ze terug, dat doen ze niet. Maar ze moeten ook namelijk de containers uit de haven ophalen. Maar ze mogen geen containers komen brengen. Dus wat ze nu doen is dat ze die containers dumpen buiten de haven. Waar dan ook. Dan rijden ze leeg naar de haven toe. Dan halen ze wat containers op. En dan is het de vraag wat ze dan gaan doen. Gaan ze helemaal weg? Of blijven ze nog in de buurt vanwege die door hun gedumpte containers waar ze wel verantwoordelijk voor zijn? Nou, dat is nu echt een enorm probleem aan het worden. De Amerikaanse overheid heeft gemeend dat op te kunnen lossen door de schepen die buitengaats liggen boetes op te leggen. Iedere dag dat ze liggen $100 boete. Nou, dan liggen ze van dat bedrag misschien per container trouwens. Misschien niet helemaal direct wakker. Maar het is niet hun schuld. Het punt is, de schuld ligt bij de Amerikaanse overheid. Die havens moeten beter gemanaged worden. En daar ligt het probleem. Die havens liggen vol, die hadden leeggehaald moeten worden. Maar het punt is, Amerika heeft de afgelopen jaren gezegd van ja, die buitenlanders die pikken ons banen in. Dus al die lui uit Mexico en andere, vooral Midden-Amerikaanse landen, opkrassen. Ga maar naar je eigen land, je krijgt geen verblijfsvergunning meer. Dus heel veel chauffeurs zijn vertrokken. Nou, daar zou je denken, dan pakken die Amerikanen dat wel op. Ja, die willen geen chauffeur worden, want dat is een waardeloos beroep in Amerika. Overal maar wachten, je bent gewoon het schoffie overal. En je bent niks waard. Nou, dus probleem, te weinig chauffeurs. Die havens worden niet leeggehaald. Dat wordt niet snel opgelost. Zelfs al zou je op dit moment genoeg chauffeurs hebben, dat is niet het geval, maar zelfs al zou je dat hebben, dan zou het nog maanden duren voordat je dit probleem oplost. Het is een logistieke nachtmerrie. En dat gaat Amerika, maar ook China, gewoon keihard pijn doen. Want China heeft er nu nog geen last van, want alles is verstuurd. Maar er komt geen container terug. En er wordt ook nu, ja, er wordt wel extra besteld. Ja, dat bestellen we nog maar een keer. Dat heeft geen enkele zin, want het ligt gewoon op die schepen, die rommel. En dus die economie van China, maar zeker die van Amerika, gaat een enorme klap krijgen. Daar maak ik me wel echt zorgen over. Want als Amerika een klap krijgt, economisch gezien, dan hebben wij er in Europa uiteindelijk ook last van. Wij hebben nog niet zo'n extreme last van die transportketenproblemen als dat Amerika dat heeft. Maar let wel, ook het VK, Engeland, heeft gigantisch veel problemen door die Brexit en corona. En ook daar zien we nu dus dat die keten gebroken is. En ook Europa krijgt daar last van, en met name Nederland, omdat natuurlijk tussen Engeland en Nederland er veel verkeer is. De Rotterdamse haven. En ook wij hebben een tekort aan chauffeurs. En ja, het hoopt zich op. Niet zo extreem als in Amerika, maar het hoopt zich op. Het tweede onderdeel waar ik het over wil hebben is inflatie. En inflatie zien we oplopen. Dat zijn kostenverhogingen door onder andere die problemen in de transportketen. Maar kijk ook naar energie. Energieprijs voor consumenten loopt gigantisch op. Maar ook het vervoer over zee wordt duurder. En we zien dus die inflatie in de producten verschijnen. Men moet meer geld hebben om ja, eigenlijk rendabel te kunnen zijn. Dan zie je vervolgens dat we zeggen, ja, dan moeten we meer loon krijgen. Er wordt al gestaakt in enkele ziekenhuizen. Academische ziekenhuizen wordt er regelmatig gestaakt nu. En wij gaan dat in heel veel sectoren zien. De werknemers eisen meer loon, want de kosten worden hoger.
En als je kost omhoog gaat, maar je loon niet, ja, dan moet je ergens gaan bezuinigen. Dan ga je minder kopen. Dan gaat de economie keihard wat geraakt worden. Dus hier ligt ook echt een probleem. De inflatie gaat gewoon oplopen. En we gaan, ja, dat vliegwiel gaat erger worden. En dan kan de overheid zeggen, ja, dan gaan we de belastingen verlagen. Ja, hartstikke leuk. Maar dan komt er minder geld binnen bij de overheid. Hoe gaan ze dat compenseren? Met meer geld creëren. Verzinnen. Dus dat is de oplossing niet. En uiteindelijk zullen we die problemen in die transportketen moeten oplossen. Dat is eigenlijk de kern van heel veel problemen. En die zijn veroorzaakt door corona. Doordat China havens is dicht gaan gooien. Als er maar één iemand ziek was, dan werd de hele haven dichtgegooid. Is het probleem begonnen. Toen raakte er een schip in het Suezkanaal vast. Dus heeft een week of 10 dagen het Suezkanaal dichtgezeten. En die combinatie van die twee zaken heeft dus, eigenlijk de hele keten wereldwijd gebroken. En dat duurt dan heel lang voordat je dat weer op orde hebt. Juist omdat het zo breed was. Het was niet alleen het Suezkanaal, het was ook China. En het is ook de havens in Amerika. En het is ook de Brexit. Dat kwam bij elkaar. Perfecte storm. En nu hebben we wereldwijd een probleem. En dat lossen we niet zomaar op. Dat gaat dan echt wel eventjes een serieus economisch probleem opleveren. En dat moeten we een keer gaan zien in de beurs. Dus dat maak ik me best wel zorgen over. Dan is er nog iets in Amerika ook. Heel veel werknemers. In augustus maar liefst 4,3 miljoen werknemers hebben ontslag genomen. En in Amerika neem je niet zo makkelijk ontslag. Want aan jouw werk zit ook je medische verzekering gekoppeld. Dus je bent dan niet zomaar die zegt, ah, dan laat maar lopen en dat zie ik wel. Dus je neemt niet zomaar ontslag. 4,3 miljoen mensen hebben dat toch gedaan, omdat ze ja, niet tevreden zijn meer met hun werk. Dat komt onder andere door corona, omdat heel veel mensen hebben gezien van ja, hey, wat laat ik me hier eigenlijk afbeulen voor de werken. In Amerika is de standaard 15 vakantiedagen. Vergis je niet, geen ziekteverlofdagen, geen bevallingsverlof, geen zwangerschapsverlof. Dat soort zaken kennen ze niet in Amerika. 15 vakantiedagen, wil je meer? Prima, moet je op eigen kosten doen. Onbetaald. Nou, en eigenlijk hebben nu heel veel werknemers zoiets van, ja, bekijk het maar. De politiek is dan lang zover niet, hè. Want de hele rechtse partijen zeggen van, ja, dat is allemaal prima. Ze hebben dat helemaal weggestemd uit het plan van Biden. Om meer vakantiedagen zo te krijgen. Nee, dat komt er gewoon niet doorheen. Dat willen de Republikeinen niet. Dat willen de ultra-rechtse democraten niet. Dus dat is al helemaal uit het plan geschrapt. Maar de bevolking wil het wel. De bevolking zegt, ik wil een baan met meer vrijheid. Ik wil een beter loon en ik wil meer vakantiedagen. Maar de politiek ziet dat nog niet. Nou, daar zit een disconnect die wanneer die zichtbaar gaat worden in de verkiezingen, is de vraag. Het zou eigenlijk een item moeten zijn waarmee de democraten keihard kunnen winnen. Omdat de werknemers in Amerika, die willen dit. En als je dat tot een verkiezingsitem maakt, dan ga je de verkiezingen winnen. Maar op een of andere manier laten de democraten zich iedere keer weer in de verdediging drukken. En komen de republikeinen weg met de onzin waarmee ze komen. Terwijl ze dus tegen dit soort zaken als vakantiedagen zijn. En dan komt die verkiezing en dan is het ineens geen item meer. Terwijl de democraten dat gewoon keihard moeten brengen als een agendapunt. Ook die zorg die niet betaald wordt. Ze krijgen het maar niet voor elkaar om dat heel hoog op die politieke agenda te krijgen. En dus ook op die verkiezingsagenda. Daar zou het eigenlijk over moeten gaan met de verkiezingen. Maar het gaat over bullshit en ze laten zich helemaal dicteren door de Republikeinse partij. Dus het is echt zo raar. Het laatste onderwerp wat ik wil bespreken, en heb ik al eens gedaan, is Grinta Invest. Dat is een aanbieder die heeft 5 jaar lang 4% per maand gehaald. En nou, dat liep fantastisch. En ik heb er al aan gezegd van, ik vertrouw dit zaakje niet. Ze weigeren mijn vragen te beantwoorden. Ze willen niets over zichzelf kwijt. Ze hebben geen vergunningen. Blijf daar weg van. En heel veel mensen hebben toch gezegd, ja, maar die 4% per maand die je krijgt, dat is toch wel heel erg interessant. En ik wil dat gaan doen. En ik krijg een fantastische vergoeding als ik anderen aanbreng. En moet je eens kijken hoe mijn account groeit.
Ja, het bedrijf is nu weg. De accounts zijn losgekoppeld en nu heb je niets. En behalve een enorme kater, want het blijkt dus toch bedrog te zijn. Wie had dat nou kunnen denken? 4% per maand rendement, nooit een verliesdag en het is bedrog. Nou, wat een verrassing. Nou vind ik het vervelende, ik vind het vervelend voor de klanten uiteraard, maar het vervelende vind ik ook dat echt aantoonbare analisten en beleggingsexperts hebben dit aangeprezen. En ik vind dat laakbaar. Hier was, naar mijn idee, zonneklaar dat het fraude was. En dat je dat dan toch blijft aanprijzen vanwege die hoge vergoeding die je krijgt, vind ik laakbaar. En ik hoop van harte dat justitie nu aan de hand van ja, mensen die nu aangifte gaan doen. Want alsjeblieft, als jij een klant was van Grinta Invest, doe aangifte. Doe aangifte tegen dat niet meer bestaande bedrijf. En dan misschien dat justitie toch de mensen erachter terug kan vinden. Maar doe ook aangifte tegen degene die jou heeft aanbevolen om dit te gaan doen. En jou daar niet heeft gewaarschuwd, als dat zo is, dat, ja, dat de zaken niet goed waren. Als klant heb je verantwoordelijkheid, hè? Op het moment dat jij geen enkele vraag hebt gesteld aan degene die jou heeft aanbevolen om hierin te gaan beleggen, dan ben jij als klant net zo fout. Het is je eigen schuld. Jij had als klant ook onderzoek moeten doen. Maar als jij kan aantonen dat jij bepaalde vragen hebt gesteld aan die expert, en die vragen zijn een beetje, ja, van ah, dat zal wel meevallen en ik doe toch ook mee, dan denk ik dat je ook degene die jou heeft aanbevolen om daarin te beleggen moet aanklagen. Doe die aangifte van bedrog en kijk maar hoe ver het komt. Maar ja, als je dat niet doet, dan blijven ze dit doen. En het feit is, ik werd vorige week ook weer aangeschreven door iemand. Ja, 1% per dag. En ik weet wel, je schrijft erover, dat is onzin. Maar deze aanbieder is anders. Bullshit. 1% per dag is gewoon fraude. Zonder twijfel. 1% per dag is fraude. Ja, dan moet ik mijn onderzoek doen. Ik hoef daar geen onderzoek over te doen. 1% per dag is fraude. 100% zeker. En als je dat niet in wil zien, ja, nou ja, gooi je geld er dan maar in. Dan is het je eigen fout, want het komt uit. Het kan een tijd duren. Grinta Invest was actief vanaf 2016. Dus 5 jaar lang hebben ze die onzin volgehouden. 4% per maand, nou dat is ook al enorm, maar iedere dag winst. Hebben ze 5 jaar hebben ze dat volgehouden. Maar het komt een keer uit. Er is een keer een eind aan dat verhaal. 1% per dag, idem dito. Dus als jij vindt dat 1% per dag moet kunnen, ja, dan is er gewoon iets mis met je. Dan ben je, ja, niet in staat tot logisch denken. En dan zou je niet moeten beleggen. En ik heb er een artikel over geschreven waarin ik aangeef waarom het onzin is. Maar ja, goed, geloof het maar niet. En ga er maar lekker met je geld in. Maar dat geld ga je kwijtraken. En als je 1% per dag interessant vindt en dat wil doen, en je gaat ook anderen daarin brengen, dan hoop ik ook dat je aangeklaagd wordt. Want het is fraude, het is zonneklaar fraude. En daar zou eigenlijk iedereen die dat aanprijst, zou gewoon aangeklaagd moeten kunnen worden. Dat vind ik. En dat is misschien wat scherp, maar het moet dus afgelopen zijn met die fraudes. En mensen zijn zo makkelijk te bedonderen door die fraudes. En ik begrijp dat niet. Je kan zo makkelijk zien dat 1% per dag onzin is. Maar wie ben ik? Goed, dat was even een video met vier verschillende onderwerpen. Ik hoop dat je het interessant vond. Als het zo was, geef een like. Heb je vragen, zet ze hieronder. Heb je dingetjes die je zegt, ja, kan je dat in de volgende video eens bespreken? Zet dat ook hieronder. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.